Sandra, ik wil het even persoonlijk zeggen. Wacht even, de deur dicht. Ik vind wel dat je veel voor je kiezen krijgt, ja. Ik vind het erg wat voor je. Maar ik hoop dat je het ook wat sterker doet. Ja, misschien wint het. Ik weet het niet. Ik heb zelf dus de dood van Caroline meegemaakt, 27 jaar. Eigenlijk met een tweede vriendin. Want, ja, dat stel ik tegen jou, hoef je verder niemand te weten. Ken jij Maurice Vogel? En Caroline, het zusje van Gerrie, het knappe jonge zusje. Yvonne en Maurice en Caro en ik hadden een paar keer per jaar een avond met drugs, ja, coke en ecstasy. En daar bracht Maurice mij mee in aanraking. Ik had nooit hard drugs gebruikt, maar een oud en nieuw feestje. Daar ging Jos Scheffelin zat er geloof ik bij. Maurice thuis ging ik koken rond. Ik zei, nee, dat doe ik niet. Toen kwam ik thuis en Yvonne heel conservatief altijd. Ik zei, nou, dat kwam ik ook langs. Nou, zeg ze, dat wil ik wel een keer proberen. Oh. Toen hebben we dat geprobeerd. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb, want ik weet in de opvoeding van Nadia dus dat je er geen junkie van wordt. Nee, dat is niet goed voor je, maar ik deed dat echt één keer in de maand. Stond ik mezelf dat toen een feestje, een avondje, een dag na even verkankerd zijn en dan weer gewoon aan het werken. Nou, wij hadden met z'n vieren een open relatie dan. Dan mocht alles, qua seks. Maar het was niet alleen seks, het was, ik moet je het even uitleggen. Het was voor mij heel bijzonder, als je mijn achtergrond kent. Kan ik je nou niet vertellen. Maar ja, kan ik je wel vertellen. Maar ik wil even zeggen dat het allemaal erg veel voor je wordt. Nou, misschien wil je helemaal niet horen wat ik je nu te vertellen heb. Maar ik wil dus zeggen dat ik het rot voor je vind. Waarom vooral. Ja, dat is, ja, ik kan het even niet teruglezen. Maar ja, het is ook dichtbij. Maar persoonlijk, wat niemand weet, toen ik geboren werd, klein was, werd de hypospadie bij mij geconstateerd. Hypospadie is een aandoening dat je een verkorte urinebuis hebt, waardoor je penis krom zou groeien. Nou, daar was wat aan te doen met operaties, plastische chirurgie. Dat was in die tijd nummer 1 dokter van de Meulen. En eigenlijk hebben ze van mijn 2e tot mijn 12e ieder jaar aan mijn piemel geopereerd. Het is een al litteken, dat ziet er dan best wel redelijk uit hoor, maar het moest gebeuren. Maar als kind zijn, dus vreselijk natuurlijk, 2 jaar oud. En papa en mama hadden me echt voorbereid op, het doet geen pijn, dat weet ik nog wel. Nee, het doet geen pijn, nou, operatie deed ook geen pijn, ik dacht, oké, het was allemaal goed. Maar niemand had mij voorbereid op de eerste keer plassen. Zout in wonden, oh, schreeuwen. Ja, en de zusters waren niet zo, die jaren 60, nu niet zo kindvriendelijk. School en op de voetbal had ik een biesoperatie. Ja, maar ze waren bang dat ik ermee gepest werd, maar dat werd best wel lastig, want ik weet nog wel, uit de middelbare school was er tijdelijk een opening halverwege en nou, dat was best wel frustrerend. Ik heb daar best wel last van gehad, zeg maar. En ik vond dat, het maakte je niet zeker. Het videootje is bijna afgelopen, maar het heeft eigenlijk een beetje mijn hele leven gedomineerd. Als jongen zijn, je wordt daar niet. Er is iets mis met je. Ja. Ik weet nog bijvoorbeeld dat er. Toen de laatste keer was, 12, 13 jaar of zo. En toen kwam de dokter van der Meulen met zijn student van 16, 17 eventjes bij zijn projectje kijken. Nou, dat weet je dan. Want ik ging om het bed heen en ging helemaal aanwijzen. Dat is wel mijn piemel, ja. Ik kwam thuis, het was november, mijn vader was jarig. In het leven kom ik thuis. De kamer helemaal vol met tantes en ooms. En dan zegt mijn moeder, Erik, laat eens even zien. Ja, dag. Proef naar boven, die zolder, deur op slot. En never, in. Ja, dag. Nee. Dat hebben ze dus niet zeker gemaakt. Ik weet nog dat Yvonne zei toen ze bij me wegging. Je bent alleen maar bij me geweest omdat je niet met anderen bed durfde. Ik zei, nee, maar er zat een kleine kern van waarheid in. Maar die avonden met seks met anderen hebben, heeft mij heel veel opgeleverd. Ik was in het begin dat ze dood zo bang en zo. Ik vond ook dat Yvonne met een ander naar bed moest, dat ik zou wel niet goed genoeg geweest zijn. Maar het was ook zo mooi dat je dat met 4 vrienden had. En het was alleen die avonden, was het, hè? En dat was de afspraak. En niet meer, maar. Op een gegeven moment beginnen Karel en Yvonne elkaar te zoeken. En we werden beste vrienden. Echt. 4 musketeers, we hadden grapjes die niemand had. Het gebeurde maar een paar keer per jaar. Ja. En het was niet alleen maar seks. Nee, bijvoorbeeld
lag mijn zwiegerbed naakt en dan ging Carol, wie wil er komen? En die ging ze dan voorkouwen. Oh, en dan kuste ze het zo in je mond. Er zat heel veel humor bij en lachen en praten en ja. Ik weet niet of je Carol kent en weet dat ze toen doodgereden is. Ik wil er graag zelf nog even over praten. Misschien stel je het helemaal niet op prijs, maar ik vind het gewoon even fijn om dit even zelf kwijt te kunnen. Op een gegeven moment zat ik met Carol naakt onder de douche. Te kletsen, gewoon te kletsen. Boven was Maries iets met Yvonne aan het doen. Okay. En ik begon in één keer heel hard te lachen. Ik zeg, waarom lach je? Nou, Carol, als ik in het buitenbeentje nu ga vertellen van zaterdagavond, dat ik naakt met jou onder de douche zit en dat ik geen seks met je heb, dan zeggen al die mannen van helemaal gek. En ze moest lachen en ik ook. En ze zeggen, dat doen we straks al. Maar nou is dit leuk. Ja. Ik weet nog goed dat die nacht, ik lag gewoon op, we hadden geen seks, maar het was ook de ecstasy niet werkt. En ze geeft me vast een heel indigent en zegt, Erik, heb je wel eens het gevoel dat je zoveel van iemand houdt dat je in hem wil kruipen? Ik kreeg me heel stevig vast. Het verwarde me wat, want ik hield echt van haar. En misschien wel gewoon meer van haar dan van Yvonne. Maar ja, ik ben iemand wel van afspraak is afspraak. Ja? Dus, over €400, die krijg je terug, hoe dan ook. Ik dacht, later dacht ik, ik wil toch even weten waarom ze dat zei. Want ik voelde ook heel erg die verbintenis. Ik heb echt nooit meer de kans gehad. Een week later reed ze zich dood in het Lingenbos. Ik wil gewoon even afmaken en dit vertellen. Sorry, hoe kwam het in? Nou, oké. Het was een heel tragisch weekend voor mij. Sorry hoor, het is niet dat ik afwijk wil doen naar dat van jou, maar ik vertel het eigenlijk nooit aan iemand. Ik hoop dat je dit niet ziet als hij heeft het over zichzelf. Nee, dit is het delen van iets van mijn grote verlies in mijn leven. En het was heel dramatisch. Ik weet niet of je weet, ik heb een spel uitgevonden voor de Primafoon. Bordspel bedacht. En het werd door de KPN Telecom overgenomen ter gelegenheid van het uitgeven. Van het openen van de 100ste Primafoon winkel. 100 keer heet dat spel, je kunt het nog op internet vinden. Het werd weggegeven bij €25 of gulden besteding in de Primafoon. Ik heb er €50.000 voor gehad, of gulden. Ik heb dat netjes gedeeld door vieren met André en Martine. Het was mijn idee, maar ik heb het uitgegeven met André en Martine en Yvonne. We kregen allemaal 12.500. En dat was leuk. André en Martine hebben er een vloer van gelegd. Dat was een beetje een toppunt tijd voor mij, want er waren tv-reclames, interviews, kranten over mijn spelletje. En die tv-reclames gingen echt over dat spelletje. En op zaterdag ging er in. Ergens in Brabant werd die Vennep of zo, weet ik veel, Gennep, werd die winkel geopend. En ik werd uitgenodigd met mijn ouders, Yvonne, André en Martine. Peter Koelewijn kwam daar, van mijn rondlandsteden. En de directeur, meneer Dick van de telefoon, PTT kwam aanvliegen. Mijn vader staat naast me en die zegt, Erik, ik heb mijn hele leven bij de PTT gewerkt. Weet je wel dat ik nog nooit in één kamer met die man geweest ben. En mijn zoon verzint een stom rotspelletje. En de man komt aanvliegen met een helikopter. Ja, dat is natuurlijk niet echt verontwaardigd, maar het was wel erg grappig op dat moment. Dat zou ik nooit vergeten. Echt dat je dit niet irritant vindt. Wat gebeurt er dag erna? Het was de eerste zomerse dag. Dat is niet 96, dacht ik, ja. Eerst op terrasdag. We zitten op terras en onze tafel was gelijk op maar veel mensen. En het ging allemaal over het spel. En het was echt een beetje, ja, dus je voelt je een beetje toch, hè? Maurice kwam en Carol, nee, die ging naar de moeder. Die hoorde wel sirenes. Maar ja, dat is waar wel. We lopen naar huis naar het terras, de zon ging zakken. Ik loop op het dakterras. Ze zal een flesje wijn opentrekken en dan gaat de telefoon. Ik loop naar de telefoon. Ja, Erik met Maurice, kun je komen? Carol heeft een ongeluk gehad. Is ze dood? Ja. Ik ben heel om het huis uit Gent. Ja, ik moet niet gaan, hè Maurice? Carol heeft een ongeluk gehad, ze is dood. Ik liet de deur half open staan en ik hoorde nog Yvonne gillen. Nee! Shit. We reden langs die boom in het Lingenbos. Ik kon het al zien wat er gebeurd was. Maurice was knietjes naast die boom, zou ik nooit vergeten. Ik heb het de zus G verteld. En vervolgens gingen we identificeren in Culemborg in het ziekenhuis. Je hebt nog steeds hoop dat ze het niet is, maar ja, toen ze zeiden een duiveltje op haar bil met een drietandje.
getatoeëerd. Ja, die wisten we allemaal, die hadden we allemaal gezien. En sieraden ook met bloed. Identificeren was heel de. Was alleen de rechterkant van het gezicht kon getoond worden. Er zag allemaal lagers overheen. Ik weet dat ik mijn liefst op zijn knietjes ging zitten met een beetpakt en dacht: oh mijn god, er valt zo'n ledemaat af. En dan zei ik: ja, dat zegt hij, was niet leuk. Ja. Wacht even. Ja, dat is bijna afgelopen. Dus ik wil even nog iets vertellen wat erg belangrijk. Ik ging vervolgens later die week, het was echt mijn hele wereld stortte in. Van, het was van sky high naar het diepste dal. In één weekend. Ik dacht, het leven ook niet goed zou worden. Dus één ding in mijn leven door is het karo terug. Ik had zoveel geweest, ook veel van een meisje. Steeds pijn. Want de begrafenis kwam en Maurice vriendin, ja, dat was ook een beetje mijn vriendin. Maar dat mocht ik niemand zeggen. Ik mag niemand weten. We gingen de brouwkaartjes rondbrengen. Mario van Broodkapje. Pascal Essars, die wisten dat nog niet. Dat zou ik net vergeten. Wat is er dan met Caro? Oh god, vond ik zo rot. En dan lopen we op een gegeven moment bij de Keizerstraat. En Nadia zegt tegen mij, ze is 8 jaar. Erik, ja. Erik, soms weet ik dingen voordat ze gebeuren. Oh, doe je van Caro? Ja. Wanneer wist je dan? Het is letterlijk de discussie, het is gewoon vergeten. Toen ik met Marco aan het skiën op het plein was. Nou ja, hij was bang dat ze zich iets zou gaan verwijten. Dat ze er iets aan had kunnen doen natuurlijk. Nadia, ben jij bang dat je dat had kunnen voorkomen? Vind je dat? Weet je wat ze zei? Nee hoor Erik, ze moest toch langs die boom. 8 jaar. Overigens, ik heb geen enkele geheimen. En je mag, als er iets is, je mag mijn filmpjes delen met iedereen hoor. Dit. Ik vind het een mooi verhaal. Maar het is, ja. En dan weet ik eigenlijk niet meer waarom ik dat van Maurice. Hoe kwam ik daar nou op? Ja, dan moet ik de filmpjes terug weer gaan kijken. Nou, ik ben dus weer gewoon de weg kwijtgeraakt. Sandra, mocht je er eens uit willen, je bent bij ons altijd van harte welkom. We gaan nu verhuizen. Dus laten we je zien. We laten je alles zien van. Ja, filmpjes en filmpje van verhuizen wordt een leuk filmpje. Het wordt anders dan andere filmpjes. Dat wordt. Ketty vertelde even, we gaan van A naar B. He, van, we gaan nu van daar, ter Blaren naar de On. En waarom gaan we erheen? We moeten een veerboot halen. En dan vervolgens komt er een stukje muziek. En dan foto's op de beat. Tak, tak, tak. Sandra, dat doe je heel simpel. In 1 minuut maak je een filmpje met foto's op de beat. Heel simpel. How many beats per minute? Nou, dan duurt iedere beat. Zolang jij de wiskunde goed wilt. Nou, dat is de displaytijd van een foto. En dan komen ze pak, pak, pak. Pak Windows Movie Maker. Alles erin, 1000 foto's erin. All, select all, klik, tijd. In een minuut heb je een filmpje op de beat met foto's. En het is eigenlijk veel leuker dan een echt filmpje. Want het is allemaal een tak, tak, tak. Nou, en ik ga de Raffi ook als een soort van. Ja, we gaan dus wel weer Let's Share TV opzetten. Ja. Daarna ga ik nog een ander bedrijf beginnen. En hoe wat er allemaal. Ik heb heel veel plannen, ja? En dat vind ik zo lekker, hoor. Weet je, dat ik wilde zelfmoord hier plegen, omdat ik niks meer deed, niks meer te doen had. Verveling vind ik vreselijk. Ik heb altijd mijn hele leven projecten gehad en op een gegeven moment kon ik hier alleen maar op bed liggen. En ik heb bijna alle tv-series, Game of Thrones, Zombies, The Walking Dead, The Vikings, Breaking Bad, Better Call Saul, alle seizoenen 2 keer gezien al. Als ik Ketty en Raf niet had, of Ketty en Rijssel niet had, dan was ik al lang uitgeknepen, want er was geen leven meer. Maar nu ben ik in al energie. Ja, dat is goed. Het idee van het Serial TV, kleine projectjes, ja, dat is geen punt te begrijpen, tot 100 euro gedaan door lokale vrijwilligers. Sponsors vonden het geweldig. Ze zagen waar het geld naartoe ging. En al het geld, minus wat banktransactiekosten, gaat naar waar ze het voor gegeven hebben. Dus, dat is perfect. Het kan nog steeds. Ik hoef er geen website voor in eerste instantie. Ik kan het op YouTube doen. Maar ik heb goede mensen nodig. 13 raffende users. Ja? Ja, ik betaalde ze voor een salaris en dan gingen ze nadenken over ideeën. Dat was hun werk, maar er zit verder niks bij. Ik ken nu iemand in Negros, die ken ik al langer. Negros, Datu Otaan. Die man biedt me land aan voor niks. Gratis groenten en fruit. En hij vraagt niks van mij.
Hij heeft een cv, daar zeg je u tegen. Ik zal wel even uitleggen hoe ik aan die man kom. En Erik, wij gaan samenwerken. Nou, goed. Ik heb een economisch product, waar we geld mee kunnen verdienen. De TREP, de Real Experience Substance. Dus echt tussen de mensen in het vissendorp, op de bergen, maar gewoon dan dedicated met iemand voor jou. En met alles erop en eraan, maar wel als je alles ziet. En ja, het is echt uniek, een soort openluchtmuseum alleen voor jou. Dat gaat geld opleveren. Dat wordt een franchise. Daarnaast, dat is Radio TV. Daar moet ik. Heb ik een nieuwe manier van overdracht. Het seminar wat ik voorheen op één middag gaf, moet in 5 of 6 zaterdagmiddag. Om ze de tijd te geven om het zelf eigen te maken en erover na te denken. Dus dat moet ik opnieuw formuleren. Wacht even. Ik heb 10 jaar lang vreselijk mijn best gedaan om mensen te vinden die dat met ideeën. Ja, ze vonden het allemaal prachtig, maar als je dan vraagt, kom je met ideeën? Want ja, een rolstoel voor Patrick. Ik ken helemaal niks van niemand hier. Ja, geen idee. Mijn Filipino's gaven Erik dit kunnen doen, dat kunnen doen. Dat waren hun ideeën, niet de mijne. Ik maak het concept, het raamwerk, zo moet het gebeuren. Hè? Dit zijn de regels. Nou, dus deel 1 was het proces uitwerken. Deel 2 was overdracht. Want we hadden veel projecten. Ja, 100 euro is nou een project van 100 euro. Ja, maar als je de 10.000 hebt, ja. En hoe bereik je de 10.000? Nou, veel achterban hebben. Daarom deden we al die rare projecten. Ja, want termijn moesten die ook projectjes gaan doen, ja. Sterker nog, ik wil het zelfs wereldwijd toepasbaar maken. Ja, kan. Ja. Maar overdragen aan groepen. Filipijnen is heel erg clan georiënteerd. Ja, ze willen bij een clan horen. De Davao Mix DJ's, de Sabu Mix DJ's, de Witwil Clan. Ja, maar dat is erg clan. Nou, als je een groep hebt, en ze willen allemaal charity doen hier. Ze hebben alleen geen geld, maar tijd hebben ze zat. Ja? Tijd hebben ze wel. Anders dan in Nederland. Geld hebben ze niet. Nou, dat heeft Europa. Hè? Je hebt het over 100 euro per project. Oké. Nou, ik heb nu mensen nodig. En ik heb vandaag de opdracht een goede hoop. Hij zit vlak bij mij. Ik ga je alles laten zien. Of zijn coconut farm waar is. En daar we hebben we ook een locatie dan waar mensen kunnen verblijven. Ja, ik zie het echt voor. Mensen die zeggen, nou, vorig jaar hebben we de bergtop gedaan. En dit jaar doen we het vissendorp. En volgend jaar wil ik het ghetto in. Weet je wel zo, want die hebben we nog niet gehad. Je wilt toch de echte Filipijnen zien? Ga dan in een resort zitten, ja? Kom op. Ik reageerde ook een beetje, volgens mij stuurde hij een e-mail. Grappig, want ik ging bij Van Paklos, die vindt dat die filmpjes helemaal niks is, allemaal amateuristisch. Ik ben hem net aan het uitleggen dat het ook moest. Ja, ik ben geen Steven Spielberg en Brad Pitt kan ik niet betalen, dus ja, dat maar amateuristisch zijn, van voor tot achter. Want echt, ieder filmpje is zo opgenomen, ik zei, jongens, we gaan dit en dit en dat doen, en jij doet dat, jij doet dat, oké, go. 1 keer opnemen. Geen retakes. Niet oefenen. Go. Ja, dan staan ze soms met Sinterklaas te kijken met de politie van wat gaan we nou zeggen. Ja, dat zie je dan. Als je weet wat het is en waarom het is. En wat schreef je nou? Want ik moet even teruggaan, want ik vond het erg leuk, fijn dat jij ook reageerde. Ik vind de reactie van Erik Grimberg ook. Erik schreef dit. Ik heb gekeken en je weet dat ik graag eerlijk tegen je ben. Ik vind het filmpje vreselijk, zo infantiel. Zo enorm kijken, ons eens leuk doen. Ook je meest gezinde filmpjes. Tenenkrommend. Wellicht valt het goed in de Filipijnen, dus je blik is wel wat verdraaid. Door het daar te laten zijn, maak ik last van plaatsvervangende schaamte. Sorry als je niet wil horen. Ja, maar ik vind Filipijnen veel belangrijker dan Nederland. Het is het 7e grootste land van de wereld. Nederland is nou Nederland. Ja. Als je het niet leuk vindt, nou ja, weet je wel. Maakt niet uit hoe ze over je lullen. Dat zei Henning Gietveld altijd. Als ze maar over je lullen. Ja, ik ga gewoon niet door praten, dat moet ik niet doen. Sander, ik vind het erg rot om te horen wat je allemaal meegemaakt hebt. Als ik iets voor je kan betekenen, kijk, ik kan hier in een luxe resort zitten. Je bent ook bij mij thuis, daar ben ik straks van harte welkom. We hebben 2 airconkamers en dan zit je echt met je vriend, husband, man, zus, even shit. Sorry, broer, ja, ik ben, ik zeg, maar dit is de manier waarop ik schrijf en de manier waarop ik praat. Ik denk niet na, het komt, hè? En sorry, dat ben ik. Anders kan ik het niet. Ik doe maar wat. Nee, niet doe maar wat, maar. Ja. Oké. Ik heb heel veel gehad trouwens aan een boek. Wat ik in de tijd, na het verlies van Karel, van mijn broertje gehad heb. Misschien moet je dat eens kopen. Ja, je moet niks, maar advies.
René gaf het aan mij en zei, dit heeft Paul Haarhuis of zo toen gelezen, vlak voordat hij Wimbledon won. Volgens mij was dat Nederlands één tennisspeler, Haarhuis of misschien met alles, iemand van voor die tijd. Won Wimbledon en hij had dat boek gelezen. Het boek heet Niets Bijzonders en de schrijfster is Yoko Beck. Zij is zenlerares en ze geeft les aan haar leerlingen. En een beetje een vraag en antwoord door. Een vraag, het gesprek, de dialoog met de leerlingen, daar haal je heel veel dingen uit. Het is heel begrijpelijk. En, voor mij is het erg waardevol geweest. Er is geen goed of er is geen slecht. Alleen anders. Want wat op korte termijn goed is. Ga ik iets zeggen waar je misschien heel boos op bent? Nee. Dat Ron Klop doodging, is dat goed of slecht? Nee, is dat slecht. Maar als ik je nou verteld heb dat als hij niet dood is gegaan, was jij deze week onder een bus gelopen. Als je niet naar de begrafenis, zoiets hoor. Ja, dat weet je niet, neem jij ook niet. Het gaat zoals het gaat, zo'n dag. Of het goed is. Ja, je weet nooit waar iets goed voor is. Waar een slecht ding op korte termijn, op lange termijn weer een ander, ja, je weet het niet wat er daarachter komt, ja. Dat maakt acceptatie wel veel makkelijker. Voor mij dan. Zeg hier wel eens, als we naar de Sinolok gaan, het festival, hè, en dan komen we bij de veerboot aan en we halen minstens de laatste veerboot. Is dat goed of slecht? Ja, dat is slecht. Ja, maar als ik je net vertelde dat als we het wel hadden gehaald, dan hadden we aan de andere kant een bus waar we dood gingen. Ja, dan is het goed, maar dat weet je niet. Nee, maar jij ook niet. God, ik weet niet, ik geloof niet in een God die... maar ja, toch, ja, er moet iets zijn of zo, denk ik. Je gaat in een achtbaan zitten en je hebt ups en downs. Dan ga je niet klagen over dat je down gaat, want je weet dat je dan weer up kan, ja? En je gaat niet proberen zo lang mogelijk te laten duren door tegen te hangen in de bochten. Ja, of de afspraak van, ik wil het een seconde langer laten duren. Nee, je gaat genieten van, yo. Waarom? Je vertrouwt de maker. Huh? Ik heb geen angst. Oké. Je wil niet controleren. Je laat de achtbaanrit... Perfect. Het leven is ook een achtbaanrit. Ups en downs. En als je in God gelooft. Ik ben geen kerkganger of zo. Maar als je in God gelooft, dan is het de maker. Het is waarschijnlijk wel het beste die je geld kunt hebben. Ik denk zelf zo van... Kijk, ik weet zeker, alles is voorbestemd om te gebeuren. Het verhaal is lang geschreven. Het is heel simpel. In de volgende stukje eventjes uitleggen. Maar het gaat zoals het gaat. En ik denk dat... Ieder zijn levenspad is uitgestippeld. Het beste was wat je had kunnen krijgen. Al die andere dingen... Ja, weet je niet, maar die waren waarschijnlijk veel minder. En er horen negatieve dingen bij je. Downs zijn er, anders was er geen up. Oké. Ja, zonder donker is er geen licht. Zonder dag is er geen nacht. Ja, en zonder verdriet is er geen vreugde. Wil ik ook iets belangrijks zeggen? Maar, oh ja, waarom ik denk, ja, alles is voorbestemd. Ik denk, ja, wat ik nu denk en hoe ik in het leven sta en alles wat ik doe, komt door zoals ik afgeschoten ben, hè, geboren, degene, mijn vader en moeder dus. En alles wat al die andere mensen, de invloed van al die andere mensen. Hè, een soort flipperkast met muurballen die tegelijk afschieten. Maar als je ze allemaal op hetzelfde moment, met dezelfde kracht, allemaal gelijk af zou kunnen schieten, zouden ze altijd op het... Op een bepaald moment op hetzelfde punt zijn. Ja, ja toch? Nou, ik denk ook dat het leven zo is. Want de factoren die mij beïnvloeden zijn degene, nou dat waren mijn vader en moeder, dat zijn zelf ook mensen, dus die vallen daar ook onder. En andere mensen. En waarom de manier waarop die mij beïnvloeden, en waarom een racist zegt racistische dingen tegen mij, dat is in zijn verleden. En mijn ouders hebben me geleerd dat dat niet goed is. Ja. Daarom ga ik op die manier mee om. Dat is eigenlijk. Sandra, ik hoop dat jullie er doorheen zijn. Ik vind dat je wel beter reageert dan toen met je zus. Je klinkt echt als een diehard Rambo begrafenisveteraan. Nou, ik weet niet of je die decoratie wil hebben. Mijn meisje, ik wil je heel erg bedanken voor alles wat je voor mij betekent. Heel erg veel. En misschien dat ik ga zeggen dat die 100 euro volgende week 50 euro wordt en dan 50 in de week erop. We hebben, ik kan even niet
Ik weet nog niet exact de kosten van de overtocht. Het zijn 2 veerboten. Dat kost geld. We zijn een paar uur op een veerboot. Ja, dat is maar een beperkt plaats. Een vrachtwagen kost geld. En dat moet dus 2 keer, want die man moet ook weer terug. Dat moet ik ook betalen. En we komen eraan, dat huis. Nou, ik heb een video laten zien van hoe het huisje er destijds uitzag. Nou, ik weet niet hoe het er nou uitziet. Echt, dak, het is echt niks meer. Maar dat gaan we ook leuk doen. Ja, Kit is heel trots. Want die is dus afgezekerd daar. Ja, ze hebben alles aan gegambeld. Zo is de Filipijnen, jaloers. En tering energie. Ach, als je een kleine mentaliteit en een klein dorp hebt, moet je dan tanden in de baren krijgen. Nou, de triomf van Ketty. Mommy, de mommy returns. Mommy, mommy Ketty. Kijk aan haar dochter. Mommy, als ze sms of chat. Mommy. Ja, ik reageerde ook eventjes op wat ik nog weet van wat er in je mail stond. Ik hoef dat niet te schrijven. Ik ga lesje dat die 4 uur leger inblazen. Vooral omdat ik het leuk vind om die filmpjes te maken. Ik vind dat leuk, joh. Ja, dat is toch, ja, dat gaat het toch om het leven. De reis is de beloning, de zen. Dat is ook bijzonder, maar die fragmentjes van Ketty, het is ook heel leuk als je ziet, snapt waarom het gebeurt. Hè. Ze gaat het vertellen, maar dat is met die burgemeester is geweldig. Zie je staat de mayor en zie je die paniek in die ogen. Je ziet die paniek in die ogen. Oh god, ik weet zijn naam niet. Maar ze deed het wel. Sandra, can you make some light here, Kat? Here is somebody who wants to say something to you, right? She liked your movies that you got stuck. Okay, say something. I told you what happened. Her sister died. Ron Klopp, the musician, died. A good friend of me and of her. And her sister-in-law died. Yeah, get to you. For Sandra. Hi, Sandra. Hi. I feel that way also because just 9 years ago, my mother passed away. Then after 2 months, my father again. So I feel you. So, but all of us as a human being will go for that. So all we have to do is stay healthy and happy in this world, in this earth, because life is too short. So just don't mind it so much because you will get stressed. Just be happy sometimes. Oh, yeah, you also want to say something. Yeah, to Sandra. You also want to say something to Sandra? Hi, Tita Sandra. Say it. You want to see it yourself, hey? Yeah, this is interesting, huh? Yeah. Now, Sandra, I hope you toch een beetje een leuk weekend hebt, hè? Yeah? Guapo, hè? Ja, hè? You like yourself, hè? Same as your mother. Always looking in the mirror. Ja. Sandra, hou je tijd, meisje. Doei. Sandra, kijk nou. Oké, ik ben een boodschappen aan het doen. Dus ik reageer dadelijk even. Ja, ik heb wat persoonlijke dingen verteld. Over iemand die mij heel dierbaar was, die kwijtraakt. Met wat echt privé dingen, maar dat stel ik wel toe. En Ketty heeft ook al zo gesproken. Ze is namelijk haar beide ouders in 2 maanden tijd bij elkaar. Ik zal dadelijk eens thuis doen, ze downloaden, zal ik ze YouTube. YouTube maak ik wel privé. Ja, maar het gaat over mij eigenlijk, hè? Maar iedereen weet het. Ja, ik heb er geen mond mee. Ik ben blij ook dat ik daar nu gewoon normaal mee omgegaan. Maar dat zou ik begrijpen als je het filmpje ziet. Ja. Oké, hoi. Ja, Sandra. Ja, ik vond het t-shirt in de keuzekast. Dat hebben we weer aangetrokken, maar we gaan weer beginnen. En dat is goed van haar. Ik vind het leuk om die filmpjes te maken. Dus de reis is de beloning. Dus, ik eet eerst even wat. Ik heb boodschapjes gedaan, water en melk en verse melk voor de koe. En wentjes, die vind ik toch wel lekker. Ja. Wat ik zeg is vrij privé, dat realiseer ik met mij. Het is mijn privé. En maak je dat privé, publiekelijk op YouTube? Ja. Want ik ben er trots op dat ik daar niet meer voor schaam, dat ik er geen moeite meer mee heb. Het is in het verleden heel anders geweest. Kunt je voorstellen. Ja, ik heb me erg druk, dus ik ga gewoon even vertellen, eten tegelijk. Ja. Nog heel veel dingen doen. Vertrekken woensdag, maar helemaal van alles gebeurd. De hond heeft ook net kleintjes gehad, de kat ook.
Mogen die mee? Geen idee. Moeten we een permis verhalen? Moet je dan papier hebben? Die hebben we niet. Smokkelen wat denk. Oké. Ja, ik heb er moeite mee gehad, natuurlijk. Ja. Ik ben wel erg, na de eerste operatie ben ik bij die dokter geweest, die van de Meulen. Dat was nummer 1 plastische chirurg van Nederland, hè? Van de wereld zelfs. En mijn moeder en die van de Meulen hadden, dus hoorde ik praten, en ik was 3 jaar of zo, 4 jaar. En het ging over iets weghalen. En ik had zoiets van, nee, dat wordt besnijden. Die huid van de voorhuid werd dan ergens anders later geplakt. Werd even een paar jaar bewaard en dan zouden we weer anders, ctrl-c, ctrl-v, knippen en plakken. Ik had echt zoiets van, nee, dat is voor mij. Nee, ik had daar dus duidelijk niks over te zeggen. En terecht, uiteraard, ik was naar mijn kind. Dus. Het was gewoon noodzakelijk, want als die operaties niet waren gebeurd, was mijn piemetje ongeveer een cirkeltje geworden. Door een overschot aan een vrouwelijke hormoon, die dus te veel heb, voor een man. Daardoor is de urinebuis zou tekort zijn en treedt hij duidelijk om. Dat is een hypospadie, die heet dat. Nou, ik kan er nu gewoon over praten. Ik kan zelfs YouTube zetten, hè. Ik ben trots op Job. Ja. Daar heeft die seks met Maurice en Caro wel toe bijgedragen. Ja, maar ze zeggen, dat ben je. Nou, voor mij was het een openbaring. Ik kan met mijn vrienden gewoon naakt zijn. Ik kan al die dingen doen die ik altijd eng vond. En ja, douchen op de middelbare school. Ik had een ontheffing voor de douche, maar daar ging er eigenlijk meneer. Zo'n roos. Nee, rademakers. Die vond het allemaal mijn onzin, maar. Ja, voor geen goud ging dat. Dus de jongens in de douche staan. Ik verzon iedere keer wel weer wat. Voetbal en schooldienst was, was toch wat raar, hè? Dus, dan moet ik ook even uit. De Hosanna verhaal. Oh ja, ik ben later nog wel aan een onderzoek meegenomen. Ik ben gevraagd, wilt u meedoen aan een onderzoek naar de psychische gevolgen bij kinderen van dat soort operaties in de jaren? Ik kwam bij die man binnen, u zag mijn dossier. En zei, oh mijn god, is er iets fout? Ik heb nog nooit iemand gezien, en ik doe het al heel lang, met zoveel operaties over zo'n lange tijd. Dat deed me goed, joh. Nee, nou, ik was dus niet kinderachtig, hè? Het was dus wel wat, ja. Maar ze hebben gedaan, net als Libanon, take it, done, finish. En we gaan verder. Ik zit nergens meer mee. Nee. Waar ik ook niet mee zit, of ik heb meer. Toen wel. Maar wat Maurice mij vervolgens geflikt heeft. Kijk, de rol was duidelijk, hè. Je mag elkaar vriendin aanraken en doen wat je wil, maar alleen die avond, buiten die avond, dan zijn we gewoon Erik en Yvonne en Maurice en Carol. Ja. Nou, Carol was inmiddels dood. Hij had alweer een nieuwe vriendin, volgens mij, Josefina. En Erik moest naar Jacksonville. Een seminar voor zijn Apex, de programmeertaal waarin wij werken. Maar ja, het was dan toch een beetje in Jacksonville, dat lag van bij Miami. Korte binnenlandse vlucht en... Ik was in Miami en ik kon de Florida Archief gaan bekijken. En dat wilde ik ook echt in een cabrio als Don Johnson Miami Vice over die boulevard rijden. Ja, dus ik had me geregeld, cabrio gehuurd. Een cabrio opgehaald en kijk even. De deur is dicht, want het maakt wel heel anders, wordt de baby wakker. Mag niet meer praten, mag niet meer ademen en niks meer. Rijdt wel slaap. Oké. En als ik gewoon praat, ik praat met een vrij zware bas. Dat vinden ze hier dat ik aan het schreeuwen ben. Nou, ik schreeuw niet, maar het grond vind ik vreselijk hier. Dat kunnen Filipino's niet hebben. Oké. Ik denk, laat ik eerst eens even Yvonne thuis bellen voordat ik in die cabrio naar het zuiden ga rijden. Dus zoek een telefoontje op, ik ga bellen. Wat zegt hij voor mij? Nou ja, Erik, Maurice is hier vanavond komen eten. Was een woensdagavond. Nou, dat was bekend. Dat was helemaal goed, dat was geen probleem. En we hebben het erover gehad. En Maurice weet het ook beter dat wij elkaar gaan. Dus ik ga je nu verlaten en mijn Nadia en... Oké? Wat? Ja, Maurice zei ook dat onze relatie niet zo goed was en... What the fuck? Nou, dat was wel het laatste wat ik verwacht. Dat kun je je voorstellen. Ik vond het dus allemaal niet naar huis. Nou, net naar de balie waren we en er ging nog 1 vlucht, maar die ging over een uur, een half uur weg of zo. Ja, geen tijd meer om die cabrio terug te brengen. Doe het, je staat heel goed in de parkeergarage. Nou, helemaal goed ook niet. Prachtig. En nou, ik ben hem verslaafd dan. Heerlijk. Nee, dat kan zo 2-3 liter weg, denk jij. Ik krijg een half jaar later nog een schrijf van de FBI. Dat ik gezocht werd wegens Grand Theft Auto. Ik had een cabrio gestolen. Dat weet ik, nou staat daar in de parkeergarage. Ik had geen tijd om terug te brengen. Ik heb niets meer gehoord over parkeerkosten of zo. Oké. Nou, ik wilde Yvonne. Ja, ik was net bezig met een beetje
minder te gaan werken. Dan kon ik meer tijd met mijn gezin besteden. En minder werk, meer vrije tijd. En in één keer een heel groot huis van 100 vierkante meter, 4 verdiepingen hoog. Veel geld, maar geen Yvonne en geen Nadia meer. Dan heb ik helemaal in paniek. Yvonne was mijn eerste vriendinnetje. Ik zal nooit vergeten, ook in het paddel, een oudere dame, Kobi Nieuwstad. Weet je, mensen waren afgunstig op mij. Weet je wat die zei tegen mij toen? Ik helemaal half dronken en verdrietig aan de bar zat. En zelfs Ruby van Randwijk vond het erg. Ik zei, Erik, nou is het ook tijd dat het ook eens in jouw leven gaat regenen. En Ruby stond aan de andere kant en die zei, oh, wat is er, wat zo? Have you ambition to make a recording a video? Yeah? Oké, okay, dus get coke. Even get coke, hier is cola, ja? Yeah? Geen drugs, ja? Ja. Yvonne, die, ik ging een jaar reis in Nieuw-Zeeland, kwam in Australië Margriet tegen. In Nieuw-Zeeland Margriet tegen. Dat werd een aantal jaar een relatie in Nederland. Daarna, Margriet had een nieuwe vriendin. Ja. En ook daar gebeurde het mee, drugs en... En dat vond ik toch wel wat minder. Waarom? Het haalde het een beetje het speciaal, het romantische er van mij af. Ik vond het zo heel speciaal dat wij 4 vrienden waren en dat dat gewoon kon. Ja, geen taboes en wat voor mij. Ja, dat was voor mij heel wat. Ik kwam van heel ver. En wat zegt Maurice van Avond? Yvonne zegt, nou ze getrouwd is dat ze het eigenlijk helemaal niet leuk vond. En hij zegt letterlijk. Maar toen ik die avond bij haar kwam eten, toen jij in Amerika zat, heb ik die boven in de badkamer geneukt en daar vond ze me wat lekker. Zo. Ja, ik vond als mijn vriendin niet meer. En we zaten af te geven, op die, niet af te geven, maar een beetje zo van, ja, ik vond het allemaal leuk en aardig en nou is het allemaal zo fout geweest. En zomaar. Ik vond, ik kreeg in één keer vlak voor dat, na de scheiding, voor de scheiding, kreeg ze spijt en zo. Ik moet het mijn moeder vertellen, mijn moeder overlijdt. Je moeder helemaal niet meer lastig vallen, er is niks mis mee. Ik heb zoiets van, iedereen mag doen wat hij wil, als het maar niet mijn kinderen is. En niet onder dwang gebeurt. Nou, je pindakaas in je reet stoppen en het, weet ik wat, ja? Voor de rest, leven en laten leven, ja? Niet een beetje van, nee. Ja. Maar, daar zei Maurice nog wel wat, zeg. Godverdomme. Dus hij is bij Yvonne komen eten, ik was in Amerika, maar hij heeft eerst wel Nadia beneden, als in de woonkamer, boven mijn beurt in de badkamer gegeven. Dat was tegen onze regels in Maurice. Godverdomme lul. Klootzak. Ja, ik ben niet boven het vallen. Het zal me wel, maar het was niet afspraak. En dan denk ik dat ik er moeite mee had dat Caro zei dat ze zoveel van me hield. Ja, oké, okay, thank you for the cigarettes. Ah, great draffie hier. You're the greatest draffie in the house. Ja, oké. Okay. Ja. Dan dacht ik over ja. En dan een beetje Yvonne gaan adviseren. Zo van, ja, je moet beter, misschien maar beter. Ja, en weer het neuken als je bij. Ja, meestal ging het alleen maar om seks. Het beste me er wel eens mee was altijd de eerste die zijn kleren uittrok. En als het niet snel genoeg ging, dan ging hij de verwarming hoger zetten. Goh, het is heet hier, zeg. Ja, dat was te kinderlijk voor woorden. Maar we moesten wel eens uit te lachen. Dan heb je Maurice weer. We zaten gewoon lekker te kletsen. En Maurice wilde gelijk op in naak. Nou, je kon er niet op wachten. Het ging hem alleen maar om de seks. Maar... Hij liet zich in die tijd, na de dood van Caro, ook ontvallen dat als Caro op het Caribbean werkte, hij buiten zijn scheerruimte ging om die beurt te geven. Ja, Caro is ervan. En dat laatste betwijfel ik namelijk. Het heeft het nooit verteld hoe Caro nog leven was. En wij zeiden van alles tegen elkaar. Ja, hij had het wel verteld. Caro had het ook gezegd. Ik denk dat hij dat nooit verteld heeft. Maar ja. Dag, ik denk niet dat iemand dit uitkijkt. En als iemand dit uitkijkt. Hé, hey, het is in mijn leven gebeurd, dus ik heb het echt niet verteld. Niet om af te geven, maar. Ja, beste vrienden, hè. Ja. Dus, nee. Twee keer, wacht even. Ik heb 2 keer in mijn leven een beste vriend gehad. 2 keer bleek het niet. Een beste vriend te zijn voor mij, nee. Dan bleek een beste vriend te zijn om een volgende beurt te kunnen geven. Die andere deed dat ook. Ik ga even geen namen noemen, maar ik heb ook helemaal geen moeite mee. En ik ben alle jaloezie voorbij hoor. Kitty hier met Raffi heeft echt helemaal geen zintje. Ik ben alleen maar gelukkig dat ik dat voor ze heb kunnen creëren. Ik hou van een meisje en ik vind het zo fijn dat ze nou eindelijk dat gezinnetje hebben dat ik dat heb kunnen doen, want ik had het zelf nooit voor kunnen doen. Huh? Nou.
Sandra, ik wens je heel veel sterkte met alles. Je bent hier van harte welkom. We gaan een mooie airconkamer maken, twee. En waar Paula in de echte Filipijnen dus, hè. Een vissersdorp, ja. Aan de zee, dus, hè? Tussen de vissers en... Ja, het is een echt openluchtmuseum bijna, ja. Nou, ik zie daar de waarde van. Andere mensen zien dat niet, zie alleen maar... Luxe resort met zwembaden. Ja. Er zijn ook mensen die echt een beetje echt onder de mensen willen zijn. Wel met voorzien van comfort en zo. Nou, dat ga ik realiseren. Daar geloof ik in. Daar geloven meer mensen inmiddels in. Maakt er ook feestjes van. Dat vind ik, denk ik een beetje. Of me, ik, het en misschien ook dat wordt. Dat is weer een heel ander verhaal. Sandra, dan is je veel sterker. Sterker, eigenlijk niet. Ik ben gewoon dat je down. Ervaart als down en weet dat er weer een up komt. Dat is in de rollercoaster. After every down, an up will come. Ups en downs. There's no up, there's other down. Fijn weekend, Sandra. Love you.